Maaike Reserveur, ik ben 22 jaar en samen met Jim Steenbakkers heb ik het bedrijf C-Design opgericht. Bij C-Design hebben we een methode ontwikkeld om samen met de klant naar ongedragen sieraden te gaan kijken en een herbestemming ervoor te zoeken. Hierbij richten we ons vooral op de emotionele waarde. Het bedrijf is opgericht op 10 april 2013. Momenteel ben ik mijn bachelor Industrial Design aan het afronden door middel van de minor Innovation and Entrepreneurship op de TU. Daarna hoop ik aan Innovation Management te kunnen beginnen in februari aanstaande. Ik heb verschillende baantjes gehad. Ik ben begonnen op het platteland als aardbeien plukken. Ik heb in de snackbar gestaan en ik heb promotiewerk gedaan. Het leukste baantje was bij de jongens van de TU. Dat was een marketing- en brandingbureautje, opgericht door studenten en onderhouden door studenten. En het idee was dat ik daar manager was en alle projecten begeleidde. Bij de Bachelor Industrial Design focussen we ons heel vaak op het vormen van een visie. En deze visie is niet altijd even reëel. Voor mijn final bachelor project had ik me daarom voorgenomen om te laten zien hoe reëel een visie kan zijn en met een marktklaar product te komen. Vandaar dat ik samen met mijn studiegenoot Jim Steenbakkers een bedrijf ben begonnen. Je moet vooral enthousiast zijn en een goede visie hebben en daarbij een goede dosis proactiviteit in je hebben. Ik denk dat het ook vooral heel belangrijk is om professioneel te werk gaan, want je hebt vaak maar één kans en daar moet je wel goed gebruik van kunnen maken. Mijn droom als ondernemer is om veel energie te krijgen van veel en hard werken. Ik vind het helemaal geweldig om te zien hoe je van niks naar een goed lopend bedrijf kan stappen.